Hoi, lihat dati lumayan video kayak gimana pun Yuli. New video, that is head alphabet challenge parfum. Mak, budak beginan, pekenet abonar dan endau biar. Om, oh. Wuhan, ayah nak feather nar, ada last letter, that is letter X and X, Y and Z. Ayah nak ikwil, for year, Desember up makan, desa challenge smart, helas pinekas. Dus pantar, dat Desember ikwil toh up makan, dat is letter X, Y en Z. Voor letter X heb ik deze merk gekozen. Want dat is de enige merk met letter X. En dat is Serzof. Serzof is een paar, maar ik heb gekozen voor Alchat of zoiets. Achtige dopje en echt zwart. En nu naar de geur. Ja, de geur allereerste. Oh my god. Zo sterk houtachtige geur. In het begin, ik schrok. Ik zei, oh my god. Wat dit is voor de geur. Niet mijn geur, echt niet. Ik hou van zware geur, ik hou van warm geur. Maar deze is intens. Intens. En, oh, moet echt. Net, oh. Dit is niet mijn geur, dit is niet mijn geur. Maar ik daarna een paar uurtje later, rauw, warm, kom en dan zoet en poederen. Zoet, niet aanwijzen, niet overheersen. En de poederen kom goed, maar de houtachtige geur echt goed aanwijzen. Echt sterk, echt zwaar. Dus deze geur is houtachtige, warm, kruidige, poederig, een beetje zoete. Geurtje, het blijft redelijk goed hangen. Verder naar letter J. Ik heb gekozen voor Yves Saint Laurent en Black Opium. Ik ben benieuwd naar. Ik ben hek op opium. Maar ik heb geen meer. Maar ik herinner dat het zo lekker. Oh, bijzonder geurtje. En ik wil weer kopen. Maar toch, ik heb gekozen voor Black Opium. Ik ben zo benieuwd naar. En we zeggen, heel anders. Heel anders. Niet zo bijzonder vind ik. En deze is, ja, rauw is bloemige geur. De zoet, maar niet te overhissen. Zachte, subtiele zoet. Niet vind ik niet zo bijzonder. En blijft redelijk goed hangen. Niet zo lang. Dus, dat is het. Niet zo bijzonder vind ik. Bloemige geur, beetje zoet. En ja, aangename geur. Voor letter Z heb ik zadig en voltaire. Can girl say anything? En ja, dat is ook best leuk. Gewoon simpel. Best. En deze geur is bloemig. Met een beetje... En deze beetje wat lichte bloemen, lekker voor lente geur, vind ik, en zomer. En blijft goed hangen bij mij. Echt verrassend lekker, beetje langzamer, een beetje poederig achter, vind ik. En ja, ik vind het best lekker. Dus. Dat was het allerlaatste letter X, Y en Z. Het alfabet challenge parfum afsluiten. Bedankt voor het kijken, perkenen, abonneren en duimpje omhoog. Tot volgende video. Doei.